Akilia Victoria is 15 jaar oud en woont met haar vader en twee zusjes niet ver van school. Omdat haar moeder niet meer leeft, neemt Victoria veel van de huishoudelijke taken op zich. Zo ziet een dag uit Victoria's leven eruit. Mijn naam is Nakiria Victoria en ik woon met mijn twee zusjes en mijn vader in Oeganda. Elke ochtend als ik opsta, haal ik water om me te wassen. En als ik dan gewassen ben, trek ik mijn schooluniform aan. Dan ga ik naar school. Op de fiets ben ik er lekker snel. Op het schoolterrein mogen we niet fietsen. We parkeren onze fietsen onder een boom. Laatkomers krijgen straf en moeten een uur lang het terrein aanvegen. Maar ik ben op tijd. En omdat ik vroeg op school ben, kan ik vooraan in de klas zitten. We gaan elke dag van 8:30 tot 5:00 naar school. En op zaterdag alleen 's ochtends. Als je lunchgeld betaalt, kun je op school warm lunchen. Ze beginnen al vroeg met koken. Dus de hele ochtend ruik je de heerlijke geur. Meestal is dat bonen met maispuree. En als de bel dan gaat, is het dringen geblazen. De toiletten zijn apart voor de jongens en de meisjes. Eigenlijk is het gewoon een gat in de grond. Ik vind het fijn op deze school, omdat mijn vriendinnen er ook naartoe gaan. Om 5:00 is de school uit. Er zijn een paar leerlingen die overnachten op school. De rest gaat naar huis, lopend of met de fiets. Er is vanaf onze school geen openbaar vervoer. Als ik thuis kom, kleed ik me om en ga ik het land bewerken. Daarna kook ik eten met mijn zusje. De rijst bekijk ik voor het koken op harde stukjes. Die haal ik eruit. Na het eten heb ik nog tijd om mijn huiswerk door te lezen. En dan ga ik naar bed. Ik slaap samen met mijn zusje. Welterusten!